Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven ons land, boven de Noordzee een paar opklaringen en boven Engeland weer nieuwe bewolking. Dat betekent een wisselvallige zondag met vanochtend een paar buien die van west naar oost trekken en de temperatuur tussen de 12 en de 15 graden. Als de buien voorbij zijn, dan breekt de zon vanmiddag door en loopt de temperatuur op naar 18 tot 20 graden. De wind draait naar het westen en trekt aan tot windkracht 5 aan zee. Vanavond kan er ook nog een enkele bui vallen. Er zijn wolkenvelden, maar ook opklaringen. En het koelt af naar 14 tot 18 graden. De wind blijft vanuit het westen waaien. En morgen ook een wisselvallige dag met vooral in het zuiden veel bewolking en perioden met regen. In het noorden en midden een paar buien en soms ook opklaringen. En het is fris met hooguit 15 of 16 graden en er staat een stevige wind vanuit het westen. Op dinsdag dan draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Het wordt hooguit 14 tot 17 graden, zijn wolkenvelden, maar ook een enkele bui. Woensdag en donderdag dan blijft het droog en dan gaat de temperatuur omhoog naar zo'n 23 graden in Limburg. Ik ben Diana Booij van Weerplaza.nl.